zaterdag weer een heleboel verrassingen in TV Woonmagazine. Hé hey jongens, luister, kijk. Ik ben helemaal naar het vloer. Oh, is het mooi. Een nieuwe inrichting kan zo ontzettend veel betekenen. TV Woonmagazine zaterdag om 6:55 bij Veronica. Nou, het moeilijkste is eigenlijk als je iedereen buiten ziet zwaaien, dan heb je echt ontzettend gevoel dat je opgesloten bent hier. Op de ochtend van de exit is het Karin die het zekere voor het onzekere neemt en haar spullen pakt. Maurice wacht nog even, maar voelt al wel een bui hangen. Beetje moe van. Hè? De camera af en toe. Ben ik een beetje moe van. Ja, maar achter dat spiegel zit ook een camera. Ja, ze stier hier gewoon met die anderen. Karin. Ja? Zijn een afscheidsfilmpje aan het maken? Ja. Ja. Kamer 3 naar de woonkamer. Echt lekker geslapen. Zo, gisteren had ik zo niet blaadjes te kijken, dus ik zo voor onze vrienden van BB, zie je Willem, Maurice, die eigen naam erop staan. Ja. Gek idee, hè? Ja, gewoon wild vreemde mensen. Ja, ja. Dat is wat leerde zelf, dat je gewoon... staat een naam boven het hartje. Ze kennen mij natuurlijk nog van vroeger. Jo. Om het zo nog eens meenemen. Ja.
Omdat ze misschien het huis moeten verlaten, hebben Karin en Maurice niet veel zin om nog aan de werkopdracht te werken. Wat doen we? Ja. We hebben toch een lekker shirt. Ja, bedankt, hè. Nee, ik zou hem nog even bewaren. Is het zo. Ik dacht er ook, aan. We hebben nog koekjes. Volgens mij is het hele sterke koffie. Heel lekker. Wil je nog wat melk erbij? Ja, een klein beetje. Ik denk steeds dat we samen naar huis gaan. Ja, denk het ook, Karin. Nee, het is echt waar. Huh? Het is echt waar. Wat hè? Dat we samen naar huis gaan, dat denk ik. Steeds, denk ik. Ja, wie weet. Misschien hebben we gelijke stemmen. Het is gelijk geil. Voor jullie beiden is er niet geweld. Ja. Ja, dankjewel. Maurice, voor jou hebben we een green card voor verre bestemming. Wil jij nooit en dan ook nooit meer zien. Deze, die moeten volgens mij allemaal bij die hand. Kijk. Hij is niet op waarde groot, hè? Grapje. Nee, dat geloof ik ook niet, Karen. Maar als ik zo met mijn gezicht ga, dan past het bijna. Ja. Ik heb gedroomd dat we 10.000 stukjes kregen. En dan droom ik gelijk al over de nachtwacht. Dat had ik gedroomd, hè? En dan moesten we dat in een week doen. Dat iemand die wegging, dat hij gewoon een handje met stukjes meenam. Dat heb je niet gedroomd, dat heb ik gezegd. Ik neem mijn gezicht mee vanavond. Moet je echt stuk voor stuk afgaan dan, joh. Ja. Word je echt gestoord van. En hoe laat krijg je nou altijd te horen? Toch om 7:00 of zo? Ja, de laatste keren was het steeds om 10:30 pas. Ja, ik vind dat snel al wat eerder mogen doen. Vorige keer wilde het ook al eerder doen. Ja. Ging het fout? Ja, dat was een keer daar, toch? Nee, met Anouk, die wist het ook al om 10:30. Weet je wel? Cyril was pas om 10:30. Ja. En Cyril ook. Sorry. Wie ik niet aardig. Iets smaller. Maar Martin wist het om 8:00. Sabine wist het om 7:30. Ja. Ik werd helemaal gestoord van die puzzel, weet je dat? Ja. Gewoon, je hebt 1 stukje per uur. Ja, het is wel zo. Dat is echt erg, hè? Ik heb 5 stukjes neergelegd sinds ik begonnen ben. Ja. Het noemen van zijn naam was voor Maurice geen verrassing. Dan komt hier de naam, wil je hebben? Zeg maar. Zeg maar. Daar komt hij. Het is geworden Maurice. Ja, dat is ik. Dat wisten we. Het is jammer, jongen. Ja, ja, joh. Dat wist ik al. Hartslag van 150 onderhand. Inderdaad. Een bloeddruk van 300. Ik heb zelf ook. Zo. Ja. Niet geen gestresst. Ik ga met gewas. We zien elkaar zo weer. As you were. God. Slaap je niet. Dat is raar. Nou, Karin. Komt allemaal goed. Hé, hey, jongens. Hoi, zeg. Hoi. Tja, doe je best. Hoi, Tarek. Ruud. Willem. Of je wil elkaar. Hij heeft de verkeerde genomineerd. Ik doe de verkeerde genomineerd. Wat dan? Hé, Gijzer. Ja, hey. Succes, hey. Jongen. We zien je gauw weer. We zien je allemaal. Oké, hé. Hey, groetjes. Doei. Hey, doei. Doei. Rustig aan, hè.
En zwaaien, hè, bovenin. We gaan in de tuin staan. We gaan even kijken. Met dat, met dat. Oh, relax, hè, Karin? Ja. Met al die mannen. Ik zou goed op het pas zijn. Hey, zit er in de bomen, moet je kijken. Doei! Doei! Van Maries! Succes, jongen! Tot ziens, allemaal! Met zijn vingers. Heftig. Ga even in de tuin staan. Ja, even kijken hoe die in de bomen gaan. Oh. Hier, Maries. Hey, Maries. Daar komt hij. Hey, hey, hey! Hey, gaat in de bomen. Met koffertje. Nou, hij heeft niet vergeten te zwaaien. Ah, nee, heel goed. Alright. Het is Martin, joh. Het is Martin, Sabine. Hey, Sabine zit eronder. Hè, mij dan? Ja, volgens mij onderste. Wel. Ja, die eronder. Wat leuk zeg. Er is er nog één. Ja, er is nog één. Bianca, denk ik. Mona. Bianca. Ja, Martin in ieder geval is er bovenaan. Ja, die staat bovenaan. Die zit met die blauwe spijker. Kamer 3 naar de keuken, alsjeblieft. Ik weet nog dat ik anderhalf maand, twee maanden terug met jou nog gesproken heb. Kon ik het gesprek niet... Niet afmaken. Kon ik het gewoon niet volmaken. Maar dat kan ik nu al wel. Ik heb daar gewoon veel, veel makkelijker en meer... Ik zit hier juist, Bart, omdat ik gewoon een keer niet heb nagedacht. Zo, what's the story? I've got a new relationship. Nieuwe L'Oreal L7 multivitamine shampoo met twee keer meer vitamines. Here comes the science of looking good. De nieuwe L7 multivitamine shampoo van L'Oreal met twee keer meer vitamines dringt door in het haar en geeft het kracht en glans van wortel tot punt. Glanzend, schitterend, soepel. Just the way I like it. Nieuwe L'Oreal L7 multivitamine shampoo. Trust me, it's from L'Oreal. I love it. And I'm worth it. U toch ook? Ook ademen kan soms moeilijk zijn. Maar nu is er nieuwe Fix Respiro Vivo. Een keelpastille die niet alleen je keel verzacht, maar die bovendien een vloeibare kern bevat met etherische oliën waarvan de menteldampen je neus verfrissen. Zodat je weer diep kunt ademhalen. Fix. En ik adem. Ah, welkom bij Bol. Loopt u mee? Dan rijd ik u even rond. De telefonistes van Bol. Dames. Bol is een nieuw bedrijf dat bol staat van de dynamiek. Bol is de grootste boekhandel van Nederland. En Bol is ook de grootste en voordeligste cd-winkel van ons land. En hier de toiletten. Alles Bol, heren. Al die boeken en cd's bestelt u via het internet. En twee dagen later heeft u de bestelling in huis. Reuze gemakkelijk. Zo, dan komen we nu bij de trots van ons bedrijf, de kantine. Mocht onze naam u ontgaan zijn, wij zijn bol.com. Zoek ons eens op. Mam, pap? Zal ik een blond verven? Ik heb een nieuwe baan. In Sydney. Aardappelen. Worteltjes. Mam! Luxe vakantiehuis. Te luxe. Een meisjesnaam beginnen er met een M. Perjane. Mijn naam is Sassouya en ik ben Riz Jamila. Maar net. Zes nachten. Zeven dagen. Sorry jongens. Vraag nou of ik blijf. Zal ik meegaan? De nieuwe cd van Treintje Oosterhuis. Nu een tientje goedkoper bij bol.com. Thank you.
Morgen presenteert Veronica een nieuw Nederlands spel met onder andere De Kast. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. Volumia treedt op en Bluff komt met een hele speciale gast. Henny Vlieters! Veel te klein, wat moet ik met een meisje zoals jij? Ik vlieg, ik zwijf, ik vlieg, heren. Ik blijf wel zot en ik voel me los. Vlieter is een prekkersie. Morgenavond nieuw Nederlands spel om 11:15. Bij Veronica natuurlijk. Iets nieuws? Een frisser gevoel? Dankzij een inlegkruisje, dankzij Aldees natuurlijk. Met de unieke Easy Tech-structuur zijn ze ademend en beschermend. Heel fris. Heel vrij. Heel beschermend. Voel je gewoon goed met nieuwe ademende Aldees. Als je het nou, zeg maar, direct vraagt, dan krijg ik het opeens Spaans benauwd van. Maar dat is meer een soort reactie, denk ik. Ik zit mezelf heel flink te houden. En als iemand dan, dat is net zoals dat je... dat je je rot voelt en iemand zegt tegen je van... en hoe gaat het nou met je? En dan schiet je meteen vol. Dat is gewoon... het is niet dat ik heel ongelukkig ben of zo. Maar het is meer... het is allemaal heel emotioneel, vind ik, als er iemand weggaat. Het maakt niet zoveel uit wie het is. Het is alleen, ja, ik vind Maurice gewoon een kanje van een kerel. En ik had gewoon heel veel met... ik kon heel goed met hem overweg en heel goed met hem praten. En ook... hij beurt mij ook heel erg op. Altijd. En... hij heeft een leuke humor en dat kan ik wel waarderen. En dat is iets, dat moet ik nou maar weer een beetje... het is natuurlijk nog maar een paar weken, dus het is op zich nog allemaal wel te overzien. Maar dan moet ik wel weer even me omschakelen, zeg maar. Nou, het moeilijkste is eigenlijk... als je iedereen buiten ziet zwaaien, dan... dan heb je echt ontzettend gevoel dat je opgesloten bent hier. En dan wil je eigenlijk het liefst meteen naar huis. Maar goed, dat zal weer overgaan. En dan gaat die deur ook nog dicht. Ja, meteen op slot. Maar goed. Ik had echt zoiets van, ik ga niet janken. Nou, je zit in een vertrouwde omgeving. Ja, dat is zo. Dat is ook wel zo. Ja. Maar het is... ik weet niet, het is echt heel raar, hoor, dat gevoel af en toe. Dat heb ik voor die niet zo gehad, maar dat is de laatste tijd, laatste week, echt het gevoel dat je... ja, dat de deur inderdaad op slot zit en dat de tuin wordt steeds kleiner en alles wordt steeds kleiner hier. Groeit toch heel erg naar elkaar toe. Als je zo op mekaars lip zit. En ik denk ook dat je elkaar veel... ja, je leert elkaar ook echt ontzettend goed kennen natuurlijk in zo'n periode. En dat is met Bart en Ruud en Willem net zo. Het is alleen zo met Maurice was het een beetje speciaal. Ja, het was gewoon speciaal. Het is geen champagne. Kozengas zijn dat. Ja, wat voor gas het is. Ik denk dat je er ook wel een beetje tegenop hebt gekeken. Dat Dries hier, of Maurice hier wegging. Ja, maar ik had zelf het idee dat ik misschien ook al zou gaan. Ja. Dus het was een beetje dat, zo. Ik denk dat dus je stelt je daar toch op in, dus je pakt je spullen in. Ja. En, want je met gemengde gevoelens. Ja, misschien ben ik wel thuis. Vanavond. Ik denk dat er meer tussen Maurice en mij zat. Op de bank. Ja, ik denk zo van... Wat had je het liefste gewild? Hè? Wat had je het liefste gewild? Als je het zelf te kiezen had? Dat ik naar huis ging. Toch, ja? Ja. Dat dacht ik ook.
Die 3 weken hou ik ook nog wel vol. Ik ben ook echt aan het aftellen. Maar wat ik dan het rotst vind is als je daar staat en dan sta je te zwaaien. En dan is het, in feite ben je zo dicht bij elkaar, maar hier ben je opgesloten en daar weer vrij. Ja. Zo voelt het wel. Ja. Ik heb dan niet het idee dat je opgesloten zit, hoor. Nou, af en toe heb ik het heel sterk, ja. Nou, van de week had je het heel erg, hè? Ja, echt zo. Toen je s'nachts wakker bent, ja. Ja, maar ik denk ook dat ik half weg was geweest of zo. Maar ik werd echt zo... Ik kon niet slapen en ik kreeg het stopbeen zo benauwd dat ik helemaal geen... Dat ik nee, zeg van, nou moet ik even weg. Ja. Ja. Rot hoor. En die camera zo de hele tijd op je knar. Nou, heb je wel eens echt opgesloten gezeten? Dat je ergens zat waar je gewoon niet weg mocht? Je er gewoon echt niet uit mocht, hè? Nee, nog nooit. En het ziekenhuis. Ja. Ja, dan doet dus een bel liggen. Toen ben ik ook naar huis gegaan. Met alles achter me aangesleept. Over 3 weken is het gewoon 2000, Kaya. Gek, ja. Gek idee, hè? Ja, vind ik ook. Hij echt nog een heel raar idee. Hoe dan? Komt heel dichtbij. Ja. 3 weken nog een nieuwe... Nou, dat is een flink glas wat hij nog in zit. Het jaar 2000 is inderdaad gewoon onvoorstelbaar, vind ik nog steeds. Ik vind het zo. Ik dacht altijd van toen ik op school zat, dacht ik in 2000 ben ik 40. Weet je wel, wauw, dan ben ik oud. Dat is ook een woordje van Maurice, in principe. In principe, hè? Dat doe ik ook in principe, hè? Dat gebruik ik daar heel vaak. Ja. Toen heb ik het een keer op de call genomen, in principe. Ja, ook. Iedereen die daar wat over hoor. Ja, maar hij had ook veel van nooit geen. Ja, nooit geen. Hij zei altijd van, ik heb een dubbele ontkenning. Ik heb een vriend en die, okay. Die draagt nooit geen helm als hij op de motor zit. Een vriend van mij, ja. Ja, ik heb een vriend ook in... Dubbele ontkenning, typisch Maurice. Ik vond het een heel integere jongen, echt een hele eerlijke jongen. En, ik zat met hem niet op de juiste golflengte, want ik ben gewoon een sloddervos en... Ja. En hij was heel netjes. Dat ben je ook. Maar ik kon het toch enorm waarderen gewoon. En, ja. Het klinkt gek, maar ik zit hier eigenlijk ook op therapeutische basis zit ik hier ook nog. Ja. Want serieus. Ik heb wel echt gezien, jij hebt de beste reden om tot 1 december te komen. Ik ben hier zoveel wijzer geworden door het feit dat ik hier alleen die tijd heb overbrugd. Ja, zeker. Echt, ik kan er zoveel makkelijker over praten. Ik weet nog... Dat ik 1,5 maand, 2 maanden terug met jou nog gesproken heb, kon ik het gesprek niet. Maar niet afmaken. Kon ik het gewoon niet volmaken. Maar dat kan ik nu al wel. Ik heb daar gewoon veel, veel makkelijker en meer. Maar je hebt hier ook ik zit hier juist, Bart, omdat ik gewoon een keer niet heb nagedacht. Ja. Omdat je kinderen voor je hebt nalaten denken. Nee, gewoon omdat ik gewoon een keer heb gedacht van ik moet niet altijd zo moeilijk doen. Laat ik maar eens een keer wat proberen. Weet je wat wij gaan doen? We gaan lekker in bad. We gaan eens even in de steurvat zitten. Nou, ga maar lekker zitten. Dat gaan we eens even doen. Ja, lekker in de regen. Het aftellen is begonnen. Karin, Ruud, Bart en Willem zijn de overgebleven bewoners. U kunt voorspellen wie van dit viertal eind december de uiteindelijke winnaar zal zijn van 250.000 gulden. Bel 0909-8808 en maak kans op deze videorecorder, breedbeeldtelevisie, receiver en Pascalboxen van Sony. Ben jij de gelukkige winnaar, dan hoef je de deur niet meer uit, want dan heb je thuis je eigen bioscoop. Karin besluit niet met de mannen in de tobbe te stappen. Ondanks het barre weer vinden die ontspanning in het warme water. Het ging vandaag meer tussen Maurice en mij, dan tussen Karin en Maurice. Maar ik weet niet uit of ik nou hier 31 december nog zit of 23 december. Ja, dat maakt jou wel wat uit, Bart. Reken maar uit dat jij ook als laatste... Er is niemand populairder dan jij. Jij bent populairder dan Ruud. Hou dat dan maar in de gaten. Nee, er staan hier meer mensen die naar mij komen kijken. Ja. Als dat er mensen voor Ruud staan. Maar dat zijn er 60. Dat is wel groot. Dit is van... Stand by your man. Is dat het Demi Wynette? Dat is van Demi Wynette. Ja, maar ook die I-V-O-R-C-E. Demi Wynette heeft nog een nummer gemaakt met de KLF. Wat is dit van? KLF. Moet ik even denken hoor. Weet je wat is mevrouw? Als jij één vingertje hebt. Ah, dat is... Nee, dat is...
op zich algemeen. Op zich is dat niet bij mij aan de orde geweest. Ik ken haar 22 jaar en ik ken haar van heel, heel jong. En daar is ze bij ons in geslepen. Ik heb 23 jaar. Dat is mijn eigen schuld ook, want ik had er ook eerder, ik had ook eerder de vuist betaald moeten slaan. Ik had ook eerder. Misschien had het dan ook wel goed gekomen. En dat is. Dat, af en toe, ik moet af en toe moet je gewoon je eigen zin doordrijven. Ja, dat heb ik ook wel gedaan, maar op andere vlakken. Dat is het moeilijk is. Je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Nee. Je kan het jezelf naar de zin maken. Daarom zeg ik van maar haar misschien niet. En je kan het haar ook in naar de zin maken, maar dan heb je het zelf niet naar je zin. En nou moet je even goed luisteren. Dan moet je compromissen. Ik heb van mijn leven één relatie gehad. En ik heb dus absoluut geen flauw idee hoe dat soort dingen in elkaar zitten. En ik ken het ook alleen maar van horen zeggen en van, van wat mijn ouders doen en van wat mijn broer doet en van wat ik van vrienden zie. Maar ik zie het al, zoals jij met Sabine. Ik ben ontzettend lief. Ik weet dat ik een man ben. Je was alleen maar lief. Maar dat zit er bij mij nou even in. Ik ben voor degene van wie ik... Jawel, maar nu ik jou al 2 maanden later ook meemaak, ben je ook gewoon een gezonde kerel. Ja, maar dan moet je even goed luisteren. Weet je wat het is? Als ik voor mijn moeder iets moet doen, altijd, alles, zonder problemen. Ik vraag me deze aan. Dat doe ik ook. Ja, maar voor mijn broertjes, voor mijn vader, voor de mensen om wie ik geef, ik vraag me deze om. En dat was met Sabine. Weet je wat het is? Ik doe altijd heel vaak. Ik doe dingen voor mensen om wie ik geef. Maar op het moment dat ik denk van nu is het genoeg geweest, en het kan best dat ik dat in 2 jaar of 3 jaar niet heb aangegeven. Dus gewoon in één keer, knal, de tekst op de ketel en is het wegwezen. Maar dat doe ik niet. Ik vind wel, hè. Ik heb ook wel eens een keer een scheepsgaan gereden. En toestand gegeven waren. Maar mijn vrienden hebben alles achter me gestaan, weet je wel. Die laten me nooit vallen op dat gebied. Nou, Ruud, jongen, ik had een hele beste maat. Ja. Met mijn collega en alles. En ik zat in en hij wist alles. En goed, tot het moment. Ik was in Lemmer op stap, flink aan doorzakken. Ik kon niet meer rijden natuurlijk. Ik zei van, kan ik bij jou slapen? Ja. Nee, sorry. Huh? Hij woonde op zichzelf. Nee, zei hij. Nou, hij zei, ik heb kennis. En ik, nou, hij zei, ik slaap er wel bij. Ik heb hem omgedraaid. Ik zei, oké, jongen. Nou, maar... Dat is geen vriend. Ik, jongen. Echt niet. Bekijk het maar. En ik heb toen in de auto geslapen. Ook goed. Gewoon... Jongen. Dat vond ik echt waar. En dat was echt mijn beste maatje. Een voetbalmaatje, een werkmaatje. En gewoon buiten alles. Compleet verschuiven. Klootzak is het. Ja. Nee. En ik vond het... Wacht, jongen. Ik was dronken. Ja, jongen, dat zit in mijn geheugen gegrift. Graag. Ik vind het toch heel, heel raar dat het over 3 weken 2000 is. En als je hier nog zit, dan zie je je vriendin of je man pas volgend jaar gewoon. Het moment suprême dat het 12 uur is. Ben je hier misschien al uit? Ik hoop dat ik ze dan al zien, hoor. Ja. Ik hoop dat je dan hier uit bent. Want dat ik je denk het niet. Ik denk dat klopt dat je hier om... Ik denk dat je hier 11:45 uit gaat. Godverdikke, dat kunnen ze toch niet doen, man. Maakt Ruud zich terecht zorgen over het mislopen van de jaarwisseling met geliefden en vrienden? Kijk morgen weer naar Big Brother. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders, anders dan je verwacht. Yeah.
hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Wil je wimpers met veel volume? Ga dan voor Volume Express Mascara van Maybelline New York. Up to triple the volume. In één snelle streek. Sommige mascara's voor meer volume klonteren en kosten tijd. Het expressborsteltje geeft je wimpers in één keer meer volume. Zonder te klonteren. Volume that goes to the max. In één snelle expressstreek. Volume Express. Direct mooie volle wimpers. Nieuw Aquel. Lichtbruisend bronwater in drie verrassende variaties. Even je boor lenen, Freek. Freek, Willem. Kijk uit, Johan. Ja. Zo, niet zo akelig weinig gereedschap. Ja, ze hebben alles bij de gamma. Ach. Mooie Python, ook van de gamma. Ach, Jacques, goed gereedschap is half de job, hè? Je hebt je adresjes. Freek, jij bent een halve zon. Maar jij sjouwt niet het hele land af, terwijl er één zaak is waar jij alles, maar dan ook echt alles, voor een mooi prijsje kan krijgen, toch? Nee. Dus koop jij dit gereedschap bij de... Nou, gamma. Want? De echte doe-het-zelf kan niet zonder gamma. Ken niet zonder de gamma. Dat zeg ik. Gamma. Jeetje, wat is het alweer laat, zeg. Nou, inderdaad. Maar dan zijn we ook wel weer helemaal bijgepraat. Dat is waar. Nou, dames, dan heb ik ook nog een nieuwtje. Dat kan niet, schat. Alle nieuwtjes zijn op. Nieuw, Bonbonblok Pralinettes. Het lekkerste nieuwtje om thuis te delen. Tot en met 11 december kost deze Kinzo bovenvrees voor houtbewerking slechts 99 gulden. Bij Gamma. Dat zeg ik. Gamma. We zijn weer bij het recyclebedrijf. En daar wordt behoorlijk hard gewerkt. Kijk eens even. Ja, zwaar werk, hè, recyclen. Maar het zijn potere jongens, hoor. Dus u mag die afgedankte tv, video, koelkast of magnetron... Pas op voor je vingers! Blijven inleveren bij de gemeente. Want dan kan er weer wat moois van gemaakt worden. Fantastisch, jongens. Even lachen. U ziet het. Zonder u valt er niks te recyclen. Uitgerekend met C1000 naar 2000 met de volgende feestelijke aanbiedingen. McCain Golden Longs extra lange friet voor €1,49. Amstelbier krat met 24 flesjes voor €13,99. Ariel hoofdwasmiddel Futur of Color 5 kilo voor €29,95. Nu Wagon voor dezelfde prijs als een 3 of 5 deurs. Hoe vind je het? Eet je niet, schat. Ik ben roerbaksoep aan het maken. Soep waar ik mijn wok bij moet gebruiken. Roerbaksoep, ga je weer lekker? Dat is hartstikke lekker. Je roerbakt eerst het vlees, dan de groenten, dan gaat er pas water bij. Het zijn. En heel belangrijk... Die heeft even wat anders aan zijn wok. De krachtige kruidenmelange. Oh. Nieuw van Honig. Lekker knapperige roerbaksoep. Kom snel naar de winkel voor de coole Rudolf Pepsi-actie. Nieuw van Honig. Lekker knapperige roerbaksoep. Wie je ook bent, wat je ook nodig hebt, Gateway biedt je meer. We luisteren naar jouw wensen en bouwen dan de PC die jij wilt. Met service en ondersteuning die jij nodig hebt. En er is al een multimedia PC met Intel Pentium 3 processor voor slechts €2899. Ook voor een Gateway computer ga je gewoon naar Primafoon. Eerst had u een vaste telefoon. Toen kwam er een mobiele bij. Als eerste in Nederland laat KPN Telecom ze steeds meer samengaan. Voortaan kunnen alle berichten op uw vaste en mobiele telefoon naar één voicemail. Die u in één keer beluistert. Waar u ook bent, thuis of onderweg. En dat is handig. Eén voicemail voor uw vaste en mobiele telefoon. Als de moderne man
mens iets zoekt in zijn jachtige bestaan, dan is het wel kwaliteit van leven. En in dat verband wil ik u nogmaals wijzen op boerenland. Een heerlijk ambachtelijk zuivel. In boerenland proef je nog de rust, de stilte. Kortom, boerenland is een heerlijke zuivel van een land waar de natuur nog ongestoord zijn gang kan gaan. Zo ziet u maar weer, al het goede komt van... Precies met melk. Dit is Veronica. The Young One. Wips, een krachtig programma over beroemdheden, maar het is niet alleen glitter en glamour. Evert wordt ook blootgesteld aan gewaagde sprongen. Evert, waar ben je? Hij onthult de geheimen uit de showbizwereld. Nooit de achterkant filmen, dat is fake. In vele opzichten blijkt Evert Santegoeds een ster tussen de sterren. Bedankt, ga je zoenen. Wips, morgen om 7:55 bij The Young One. Ja, en een hele goede avond en gezellig dat je weer bij bent op deze vrijdagavond, natuurlijk bij The Young One. Wij gaan ervoor zorgen dat je weekend lekker begint en dat doen we onder andere met The Fresh Prince of Bel-Air. Phil is bezig met een hele belangrijke grote rechtszaak. Het is zelfs op tv te zien, maar niet iedereen is daar blij mee, want er komen dreigbrieven binnen. En dus besluiten Will en Carlton een handje te helpen. Daarna de drie mooie dames in Babes. En vanavond komt vooral Henk aan zijn trekken. Hoe? Dat zie je straks. Maar nu ons eigen stukje zeep onderweg naar morgen. René zit lekker met Guimond te knuffelen en vraagt aan hem of hij het leuk vindt als Ellen een kindje krijgt. Ellen hoort dat en schrikt zich echt een ongeluk, want zij wist niet dat René een kinderwens heeft. Die man wilde die foto's nog eens een keer zien en hij dacht nog steeds dat het zijn babyfoto's waren. En toen moest je alles nog een keer uitleggen. Hoe was het met Margot? Goed. Ja? Gezellig, ja. We hebben het over gehad. Gedeeld ouderschap? Ja. Wat leuk. Dat wil ik ook wel lezen als je het uit hebt. Staat er ook in hoe je met de puberteit moet omgaan en zo. Nou, dat ben ik nog niet. Ik ben nog bij de zwangerschap. Hé, Kiemann. Ja? Zou jij het leuk vinden om een broertje of een zusje te krijgen? Dat mama dan een kindje krijgt en dat wordt dan jouw broertje of zusje. En dan kan je daarmee gaan spelen, net als met Stijn? Ja. Zou je dat leuk vinden? Ja. Snel gaat dat natuurlijk niet. We kunnen toch morgen gaan kijken? Nee, lieverd. Met kinderen dan gaat dat heel anders. Die moeten eerst heel lang groeien. In de buik. Hier in de buik. Maar we moeten natuurlijk ook eerst nog even bespreken met Ellen. Want die moet het ook goed vinden dat er nog een ander kindje bij komt. Ellen vindt Stijn ook lief. Ja, dat is zo. Ellen die vindt alle kindertjes lief. Maar ja, misschien heeft ze aan jou wel genoeg. Want jou vindt ze namelijk het allerliefste. Toch? Ja. Ja. V,
Victor, als jij weigert om mee te werken aan die tv-commercial, dan raak jij je sponsor kwijt. En dan mee je erfenis. Waarom doe je het niet gewoon? Het is de eenvoudigste manier om snel van je schulden af te komen. Als ik jou was, zou ik het doen. Nou, Afke, ga je gang. Je zal het niet meer staan op tv. Als weduwe van Ed Kouwenberg, dus als je zult het winkel uitvinken. Victor, mijn moeder die probeert jou te helpen. Ja, ja, nee, dat waardeer ik ook. En ik wil ook best meewerken, maar ik heb geen tijd. Nou, zoek dan een oplossing. In plaats van altijd die stomme rotopmerkingen te maken. Ja, nou, laat die man een acteur zoeken. Dat wil ik best voorstellen, hoor. Maar is het geen goed idee om een van jouw patiënten te vragen? Dat geeft veel vertrouwen. Die vriendin van Serge, is dat een idee? Sylvia, nou, als je mij en de sponsor te gronden wil richten, is dat een goed idee, ja. Heb jij nog gesproken na die dreigementen? Nee. Wat is er dan? Ik dacht dat ze zo ontzettend tevreden was. Ja, dat was ze ook. Alleen inmiddels kan ze de geluk beter zoeken bij een psychiater dan bij mij. Ja, ik hoop dat ze dat zelf ook inziet. Victor, als die dame jou zwart probeert te maken, dan is het zaak om het vertrouwen van het grote publiek te winnen. Des te meer reden om aan die commercial mee te werken. Ik zou er nog eens over nadenken. Hij is van zijn eigen geklets in slaap gevallen. Hele verhalen over vriendjes, voetbal, snoepjes, boten. Soms vraag ik me echt af wat er met het kleine hoofdje van hem omgaat. Ja, dat vraag ik me van jou ook wel eens af. En van mezelf ook natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat gevoel ken ik. Terwijl we eigenlijk toch gewoon alles tegen elkaar moeten kunnen zeggen. Ja. Gieman heeft het ook nog over Bob gehad. Ik had het hem nooit moeten vertellen. Waarom dan niet? Hij begrijpt dat soort dingen beter dan dat je denkt, hoor. Je moet dat soort dingen niet met kinderen bespreken. Ach, nee, je moet hem er niet buiten houden. Dan wordt het alleen maar een groter taboe. Jawel, maar... Sorry, ik ben moeilijk geslapen. Wil jij de deur op slot doen? Ja. Oh ja, de gevaarlijke man, die een conservator bleek te zijn, bracht Tarien en Sta veilig naar het museum. En ze leefde nog lang en gelukkig. Nou, ik ben bang dat het toch iets anders af gaat lopen. Ja, met ons in een gesticht. Babette, we zien dingen die er niet zijn. Ja, we zijn veel te achterdochtig. Ja, of we zijn veel te goed gelovig. Ga nog even door. Mijn oom zegt toch dat hij die man kent? Ja, dat zal wel. Dat wil toch niet zeggen dat iemand te vertrouwen is? Tuurlijk is hij wel te vertrouwen. Mijn oom zegt het toch? Ja. Kan ook wel, maar... Zou hij die beeldjes aan hem geven, of...? Oké. Okay. Hij is niet altijd even eerlijk tegen me geweest, dat geef ik toe. Ja, maar hij heeft wel altijd goede bedoelingen gehad. En daar zou die beeldjes nooit, maar dan ook nooit voor grof geld verpassen. Dat zweer ik. Ziet deze man eruit als een museumconservator? Zien wij eruit als inbrekers? Hier, kijk. Einde verhaal. Ja, en ik ga nu een biertje drinken om het te vieren, want morgen komt de grote held vrij. Hoe dat nou precies zit met gedeeld ouderschap tussen twee vrouwen. Hoezo, Ellen is toch voogd? Of ik die man, ja? René. Nee, nee, ik ben niet zwanger. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog wel komen. Denken jullie aan een kind samen? Nou ja, jullie, vooral ik. Ik heb er nog niet echt serieus met Ellen over gehad. Nou, schat, zou je dat dan niet eerst even doen? Ja, dat zien we wel. Ik wil gewoon eerst even weten hoe we dat samen het beste kunnen regelen allemaal. Nou ja, precies zoals je het zegt. Samen. Ik weet niet of ik het er nu met Ellen over kan hebben. Ze is namelijk nog erg bezig met het verdriet van Bobje. En volgens mij heeft ze het nog niet allemaal verwerkt, maar... Weet je, ze is gek op kinderen. Laatst zei ze nog tegen mij dat ze wel een heel weeshuis zou willen adopteren. En als je haar samen met Kieman ziet... We hebben het zo goed met ons drieën. Weet je, en eentje erbij, dat zou toch te gek zijn? Ik weet zeker dat zij diep in haar hart ook niks liever wil. Nee, maar schat, wil ze dat ook met jou? Ja, dat weet ik nog niet. Oké, okay, misschien denk ik een beetje te ver vooruit, maar... Als je jezelf er maar niet op blind staart. Oké, dan zo. Een wijze raad van je oudere zus en dat op je nuchtere maag. Hi. Hi. Ik kwam net Ellen tegen met die kleine drukte van het maken van jou juichend achterop. Oh, dan gaan ze vast en zeker naar de speeltuin, want blijer kan je hem niet maken. Nou, Ellen ook niet. Jullie krijgen trouwens de groeten. Groeten terug. Oké, dat zal ik doen.
We gaan straks samen lunchen. Heb je er nog over nagedacht? Heb jij het al uit je hoofd gezet? Kan ik Boris Reinhardt zeggen dat je het doet? Nee, laat hij maar een ander zoeken om zijn crèmesjes aan te smeren. Die koppigheid van jou, die wordt je nog eens fataal. Heb jij een voorstel? De buurvrouw? Ja, val mij dan ook niet meer lastig, Aafke. Het is in je eigen belang, Victor. Nee, Aafke, het is omdat jij niet wil dat ik mijn erfenis in de kliniek steek. Daar ben ik inderdaad bang voor. En met hulp van Boris is dat niet nodig. Ik heb zijn hulp niet nodig, zijn geld is welkom. Maar ik heb geen zin in de commerciële onzin. Als jij er zo over denkt, dan gaan we nu naar hem toe en dan wordt het contract ontbonden. Ah, oh, yes, Aafke heeft een goed voorstel, eindelijk. Eén handtekening en je bent er vanaf. Overigens, deze man verdient meer aan mij dan ik aan hem. Dus hij zal nog voor me kruipen om hem te mogen blijven sponsoren. Sylvia, rustig nou. Rustig maar. Ja, nee, natuurlijk ben je kwaad, tuurlijk. Ja. Een aanklacht? Ja, ik weet het niet, hoor. Waarom kom je anders niet even langs? Hè? Dan kunnen we het er rustig over hebben. Is Ellen er ook? Ja, ik ben hier. Tenminste, wat er nog voor me over is. Een uur met Kiemel naar de speeltuin en je kunt me opvegen, hè? En nu ga jij mij natuurlijk vragen of je me kunt komen helpen. Nee, ik kom eigenlijk vragen of je mij kunt helpen. Of eerder Tycho. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet of ik hem hier wel mee help. Nou, dat klinkt erg ingewikkeld. Ja, dat is het ook. Ik kan je niet alles vertellen, maar het gaat over Tycho's oom. Ik heb het idee en misschien zelfs wel bewijs dat hij niet zo onschuldig is als hij zich voordoet. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik kan het niet aanzien dat die Tycho maar wat staat voor te liegen, maar als ik hem verraad, dan... Het gaat dus om iets crimineels. Tycho is hier hopelijk niet bij betrokken. Nee. Maar Alexander is alles voor hem. Ik kan het toch niet zomaar verraden? Wat heeft hij nou aan een oom die niet te vertrouwen is? Ja, dat weet ik niet zeker. Dat vermoed ik alleen maar. Ik weet niet wat er aan de hand is op mijn bed, maar het feit dat jij hiermee naar mij toe komt, dat zegt genoeg. Je moet aangifte doen. Het is noods anoniem. Ja, maar ik wil eerst zeker weten dat het waar is wat ik denk. Jij gaat dit niet zelf uitzoeken, hoor. Nee, dat was ik niet van plan. Maar ik dacht, misschien ken jij nog iemand van vroeger, van bij de politie, die dat wel wil doen. En dan kan ik daarna alsnog aangifte doen als het nodig is. Dat beloof ik.